aan de sturen. Rijhouding. Ron, je was vorig jaar ook al bij de circuits. Nu is het eerst Andalusia en dan Almeria. Vind je dat de juiste keuze? Ja, ik vind het geweldig, Bart. We hebben bewust gekozen om weer te komen. Hier leer je heel veel. Alles is weer nieuw iedere keer. En, ja, en dan naar het vertrouwde. Die oude, zoals je weet, ben ik al een paar keer geweest. En ik denk dat ik er heel veel profijt van heb. Er is zin in, nu nog 2 dagen Almeria. Ja, ja, wat denk je? Ja, natuurlijk. Geweldig, man. Het is echt geweldig. Het is, ik moet zeggen, de wat kleinere groepen, de nog veel meer aandacht. Ja, stop. Het is echt top. Nigel, een bewogen jaar. Ernstige blessure. En toch Nederlands kampioen, ja, in de hoogste klasse. Nu weer Speedweek. Hoe voelt dat? Ja, top. Het is veel rijden en best wel belastend voor het pootje. Maar had ik van tevoren moeten zeggen dat ik niet mee kon. Maar ja, super. Ik bedoel, we hebben een topjaar gehad en om het dan hier weer te mogen afsluiten, is heel leuk. Morgen weer Almeria. Wat vind je leuker om te doen? Ja, maakt me eigenlijk niet uit. Dit heeft zo zijn pluspunten en Almeria ook. Maar Almeria heb ik al wat meer kilometers en daar is het... Er is het makkelijker om bijvoorbeeld met een langzamere groep wat dingen te proberen. Jos, je hebt al heel veel op circuit van Almeria gereden. Nu heb je ervoor gekozen eerst Andalusië en daarna Almeria. Bewuste keuze? Bewuste keuze. Andalusië is echt zo'n fantastisch leercircuit. Er zo enorm veel bochtjes en technieken die je nodig hebt. Het is echt, hier leer je motor rijden. Almeria is natuurlijk ook een mooie baan. Maar dat is toch rustiger, zeg maar. Daar kun je harder rijden. Hier leer je meer. Bewuste keus. Maar je ziet er wel naar uit om weer op je oude vertrouwde circuit te rijden, denk ik. Ja, zeker. Je hebt toch nog wat tijden te verbeteren, natuurlijk. Daar zie ik wel naar uit, zeker. Kijk weer maar. Na zoveel jaren, heb je dan nog steeds doelen? Het belangrijkste doel is dat je lol hebt, natuurlijk. Want ik zit te weinig op het circuit om echt te verbeteren. Het is natuurlijk, je kijkt niet naar tijden, maar doe je toch stiekem wel. Maar echte doelen, dat je zegt van ik wil onder de 51 of zo, Almeria, dat soort doelen heb ik niet. Lol hebben, dat is mijn doel. Dat lukt je aardig meestal. Oh, dat kan me goed aan.